We proberen met de Holland Festival geen echt thema te hebben, maar meer een sfeer of een rode draad. Die is een soort verbinding tussen verschillende voorstellingen. En dit jaar is het Hemel en Aarde. Maar het is wel een spiegel. En het publiek moet hun eigen mening hebben over het thema. Het is niet een lezing van ons. Emio Greco en Pieter Scholte, dat is een twee-eenheid, zou ik bijna zeggen. Dat gaat zo nauw samen. Ze denken en werken alles samen uit. Het zijn twee kunstenaars die we al langer volgen en die we graag ondersteunen bij de ontwikkeling van hun werk. En op een gegeven moment zaten we aan tafel en toen vertelde Emio dat hij heel graag een passie wilde maken. En dat hij dat graag in het Holland Festival zou uitbrengen omdat hij ook met live muziek wilde werken. En het Holland Festival is bij uitstek de plek om op die manier een productie te ondersteunen. I think you have to take on one song, yeah. In het begin toen we elkaar ontmoetten waren er twee disciplines die bij elkaar komen. Emio van de dans, ik uit het theater. En zo door de jaren heen zijn we elkaars discipline gaan benaderen en ook overschrijden eigenlijk. Dus het is nu zo door elkaar gelopen dat het onderscheid bijna er niet meer is. Dus Emio is even regisseur als ik choreograaf ben geworden. Invisione is really about life and the transformation of a human being through his life. The dance never should disappear behind the music. It never should melt with the music. It should stay just aware and alive to keep to listen to his own sound, and then being in relation, in dialogue with the other one, the one who comes from the exterior. It is een tweeluik. De Invisione is een solo. Is de kwetsbaarheid van één lichaam tegenover, wat zijn het, 30 instrumenten. De popopera is een groepstuk, is ook de kracht van 6 individuele performers, dansers, die samen met elkaar optrekken, samen met elkaar de berg beklimmen. En popopera is ook ja, die net even iets verder gaat in de relatie met muziek. In die zin dat ze verder gaat is dat de dansers een gitaar, een elektrische gitaar, met zich mee zeulen en dragen. Wat bijna gemuteerd wordt, als een bijna één wordt met hun eigen lichaam.
The body is on music. So the dance also is on music, is on sounds. That's why it's in a relation between them, but we should be always able to recognize the articulation of the sound, of the music of the body, that the body produce from using his own logic, creating his own movements, creating his own direction in the space, in the rhythm. It's in music on its own.